Ja, Henny, wat gaat er mis vandaag? Nou ja, ja, ik denk dat aan de 1-0 was, was er eigenlijk niet zo gek van aan de hand. Toen kregen wij nog de beste kans met, uh, met Henk in die kopkans. Ja, en daarna uh, krijgen we drie goals tegen wat er niet op lijkt. Uh, Slecht verdedigen, dus niet ingrijpen. Uh, de, de dead is daar wel het beste voorbeeld van. Uh, geen, geen communicatie tussen keeper en voorstopper. En zij schieten de bal binnen, sta je in, in no time, sta je met 3-0 achter. Ja, dan wordt het lastig, dat weet je. Maar ja, in 2008 hebben we in ieder geval nog wat geprobeerd om ervan te maken, hoe moeilijk het ook was. In ieder geval hebben we toen ook eigenlijk maar één mogelijkheid gehad met Rodney, die overmikte. En voor de rest ook eigenlijk niet zo gek veel gecreëerd. Ja, allemaal uiteraard een teleurstellende middag. Ja, en uh, ja, hopelijk uh, zo snel mogelijk uh, de zaak weer omdraaien. En dat zal lastig genoeg worden. Want dit hakte natuurlijk wel in. We hebben een, een hele matige uh, decembermaat gehad. En dan hoop je na een korte winterslop dat je in ieder geval weer uh, de, de zaak op de rails hebt. Nou, dat, daar is vandaag in ieder geval niets van gebleken. Nee, je zegt terecht tot aan de 01 is er niet zo heel veel aan de hand. Is dat dan dat doelpunt dat opeens alles in doet storten bij jullie? Ja, en, en, maar ik denk ook vooral de manier waarop zo'n doelpunt valt. Hè, dat, je dan, uh, dat is eigenlijk een, aaneens, een aaneenschakeling van fouten en uiteindelijk ligt hij erin. En dat hakt er bij, zeker bij een achterste linie, hakt dat er denk ik toch wel in. Dan wordt iedereen wordt wat angstiger. En dan, en dan valt zo'n tweede waar weer onvoldoende worden, wordt in, ingegeven. Ja, ja. Ik, ik, ik heb bijna nog nooit gezien iemand die... loopt eigenlijk drie spelers voorbij en niemand die bij hem gaat staan. Nee, precies. Dus nou, ja, dan, dan blijven we uit de duels. Dan blijven we uit de duels en uh, geven we hun alle gelegenheid om, om, de, om de goals te maken. Ja, ja dan ben je eigenlijk ja. uh, direct aanleiding van... Uh, uh, van, 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 van de goals die ze krijgen. Hè. Die derde was natuurlijk daarbij uh, nogmaals. Dat, dat was natuurlijk wel een schoolvoorbeeld. En als je de tweede neemt, hè, die, 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 de, de bal die van, van links naar rechts wordt gebracht. en de voorzet waarbij ons centrum eigenlijk niks dekt. en ze hem bij de eerste paal vrij makkelijk kunnen inkoppen. Dus ja, dat is, uh, dat is wel heel, heel kinderlijk verdedigen, moet ik zeggen. En ja, dan probeer je in de rust, vooral mentaal er nog iets van te maken. Want na het restant van de eerste helft kon je ploeg ook niks meer brengen. Probeer dan ja. iedereen gewoon een beetje weer bijeen te rapen. Ja, nou ja, dat is het enige eigenlijk wat je op dat moment kunt doen. We hebben dan één wissel toegepast. Dus door, door Mitje, naar, naar de zijkant de andere zijkant te halen. Benjamin eraf. En, uh, en dan uh, te brengen met, uh, dat, dat er wat meer, meer diepte met Arjen zou komen. Nou ja, daar zat in ieder geval wel wat meer dreiging in. Maar het was uiteraard onvoldoende om de wedstrijd nog, uh, nog te kant te doen kantelen. Uh, nogmaals, we hebben we in ieder geval van die twee daar wel iets beter gevoel over gehouden. Maar allemaal al over 90 minuten is het natuurlijk ruim onvoldoende. Is er een van de oplossingen die jullie moeten vinden als ploeg, wat te doen als een uh, tegenstander gewoon iemand bij Joey Veerman zet? En hem het voetbal onmogelijk te maken. Ja, Want dat nou ja, lijkt de, de ja, simpele oplossing om jullie het voetbal echt onmogelijk ja, te maken. Nou ja, goed, we hadden uiteraard ook wel een beetje gehoopt dat met de komst van uh, Siem dat we wat meer aan het voetballen zouden komen. Dat we niet te afhankelijk zijn bij balbezit van, uh, van alleen, uh, alleen uh, van Joey. Nou ja, dat kwam er vandaag niet uit. Daar moeten we inderdaad nog wel uh, het een en ander aan doen. En op uh, het moment dat Joey een man bij zich krijgt, gaat hij ook zoeken. En dan, uh, dan doet hij ook niet altijd de, de, de goede dingen in de zin van... Uh, soms moet je gewoon blijven. Ik heb het er al een paar keer gezegd... Hij wil heel graag de eerste bal hebben. Maar soms, als je de tweede bal krijgt, hè, dus een, een andere middenvelder wordt ingespeeld. En hij is dan de tweede die dan de bal krijgt, dan heeft hij veel meer tijd en ruimte om zijn passes te, te verdelen. Maar hij wil graag, en dat is, dat is een, een, een goede eigenschap van hem. Maar niet altijd goed voor het team. Hij wil iedere bal hebben, wil ook iedere bal uh, bij iedere aanval betrokken zijn. En dat is, nogmaals, dat is wel een, een, goed, een goede eigenschap. Maar het is niet altijd even goed voor het team. Soms kan hij beter wat langer wegblijven. En is dan de conclusie dat het heel prettig is dat het zo'n volle januari-maand is? Dat er zoveel wedstrijden aankomen? Of zeg je nou, ik had eigenlijk toch liever een rustig weekje gehad om toe te werken naar de volgende? Nou ja, kijk, iedereen zit in hetzelfde schuitje. Laat ik dat vooropstellen. Iedereen heeft zoveel wedstrijden in diezelfde week. En uh, er zijn meer ploegen die die wedstrijden verloren hebben. En het, ik, ik denk dat het goed is dat die wedstrijd zo snel mogelijk weer komt. En we zijn er zonder blessures afgekomen. Dus dat is een, een goed teken. En dan hoop je dat in ieder geval, dat heb ik ook in de, in de, in de kleedkamer tegen die gasten gezegd. Kijk, terugdraaien kunnen we niet meer. We hebben verloren met, met 3-1. En daar kun je van alles van vinden, met name van de eerste helft. Maar nu gaat het erom dat je, dat je goed eet, goed slaapt. Dat je, dat je zorgt dat je de kop schoonmaakt. En voordat je het weet is donderdag en dan krijg je een nieuwe kans. En hoe zullen we er moeten staan. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.